opnemen. Oké. Okay. Als je nu bijvoorbeeld nu een emoticon in doet nu. Kijk, dan gaat het goed dat dan helemaal te zien nu op het beeld. Cool. Nee, ja, kijk, daar komt die. Kijk. Leuk, hè? Oh, mooi hoor. Grappig, hè? Ja. Twee zijn best. Komt jongens, met het biertje van de week. Komt-ie. Biertje. Van de week. Ja. Ik ben er al mee bezig. Hertog Jan, hij is al binnen op trouwens. Wij gaan dus nu naar Dunblane toe. We gaan stoppen nog in Haymarket, Edinburgh Park, Lindlucht, Grow, Portmont, Falkirk, Camelden, Larbert. En dat was hem alweer. Dat is dus het eindstation. Dat is een signaaltje van een kwartier. En dan gaan we weer stoppen. Ja, zo moet het geluid nog beter worden, denk ik, hoor. Dan kun je ook verschillende posities voor mij innemen op je passenger view. Ja. Is er lucht in dat trein? Lekker. Dus de chat werkt dus nu ook. Als je niet naar chat hebt, dan moet je ook rekening houden dat je de chat pump-up doet. Dus dan ga je dus naar, mocht je dus dit willen gaan doen. Je moet hem in je docs plaatsen. Dus er komt een UAR, dat is eigenlijk heel simpel hoor. Als jullie het interessant vinden, wil ik het nog een keer uitleggen door middel van een filmpje. Dat is geen probleem. Maak er gewoon een keer een filmpje van. En het zijn eigenlijk drie handelingen die je moet doen. En daarnaast is die handeling best wel makkelijk. Alleen je moet dan wel zorgen dat als je Ninja Chat gaat gebruiken, dat je dan ook je pop-up scherm open laat staan van je chatscherm. Ik kan het wel een keer uitleggen door middel van een filmpje. Mocht je daar interesse in hebben, denk ik, ja, ik wil dat toch een keer zien. Laat dan even een duimpje achter. En ik zou zeggen, bij 20 likes ga ik er een keer een filmpje over maken. Dan kun je zelf een keer kijken wat je ervan vindt om dit te gaan gebruiken in je livestream. We gaan naar 45 mil. Met als achteruit. Dat vind ik dan wel hier een beetje jammer trouwens weer. Rijdt trouwens in de Klaas 156 van ScotRail. First stop of the day is Haymarket. Trains and Beers. Dus weer op YouTube. Was ik altijd op Twitch met Trains and Beers. Maar daar ben ik meer gestopt met Twitch. Want ik vind Twitch geen waarde. Ik heb hier mijn abonnees. Ik heb hier mijn mensen die mij die zijn geabonneerd. En ik vind ook wel dat je die mensen ook wel moet belonen om ook wel leuke video's te gaan maken. En ook uiteraard met mij kunnen chatten op een livestream. In plaats van dat je dan weer naar een Twitch-account toe moet. Kom aan, Haymarket, next stop. Haymarket, next stop. Dus vandaar ook dat ik dus ben gestopt aan Twitch weer. En ja, dat we dus nu weer terug zijn op YouTube met Trains and Beers. Die houden we er dus wel in. Vind ik wel een mooie naam trouwens ook wel voor de vrijdagavond. Gewoon lekker Trains and Beers doen. Ook niet meer die verplichtingen dat je dus een route moet kiezen en nee, gewoon plop. We gaan volgende week trouwens, gaan wij route rijden Holy Head naar London Houston. Die doen we ook in een drie staps. Weekend. Ik heb nu wel een scenario al voor Holy Head naar Crewe. Maar die werkte niet helemaal goed. Daar klapte die op trouwens. Vanavond wou ik al een rondje gaan rijden met die route. Maar hij bleef steken. Hij bleef op klappen. Dus daar ben ik mee gestopt. Nu heb ik een ander scenario gevonden. Die is wel goed. Rijdt trouwens met de Klaas 67. Een keer wat anders. Leuk om eens een keer mee te rijden. En daar gaan we eerst een stukje mee rijden. Tot aan Chester. En dan, nee, tot aan... Ja, tot aan Chester. Dan moet ik vanaf Chester moet ik aan het doorrijden, dan naar Birmingham. Ik wil kijken of ik een scenario kan vinden van Chester naar Birmingham. Nu even.
Ik vind het niet zo'n hele mooie livery van Scotter. Ik vind de nieuwe livery wel mooi trouwens. Maar die ga ik dus binnenkort rijden. Dan gaan we vrijdagavond dus van Holyhead naar Chester rijden. En dan zaterdag gaan we van Chester naar Birmingham. En zondag gaan we van Birmingham dan door naar London, Houston. Ook daar had ik al een scenario voor, maar die werkt niet. Helaas, pindakaas. Ik had daar een mooi scenario voor in de klas 90. Echter, dat doet het dan ook weer niet goed. Jammer, helaas, pindakaas. Er staat nog een 170. Ja, zo, aan de kant. Dat is een 170. En dan hebben we nog een 170 staan. Hier is een 158 nog. En daar ligt dan dat stadion. En dit stadion is dan wel in zijn geel. Kijk. Mooi zo. Mocht je trouwens een stukje 90... doet het verder nog waarde? Nee, dit heeft verder geen waarde. Ja, dit kun je nog veranderen. En je kunt als het goed is nog... Nee, dat is niet bij deze. Dus bij een 133 en 150 kun je nog de dingen veranderen. Murrayfield Stadium. Mogen jullie de motor 90 km per uur? 90 mijl per uur, sorry. Komt een klas 158 aangereden van ScotRail. Misschien is dat wel de tegentrein, wie weet. Ik hoor hier trouwens de motor beter dan in de cabine trouwens. Ik weet niet wat daar mis voor gaat. Maar dit is dus NinjaChat. Ik zal je dat een beetje uitleggen wat dat is. Dus NinjaChat is dus eigenlijk gewoon een chat die je kunt gebruiken tijdens je OBS livestreams. Hij is lekker snel. Ik zal je het even laten zien trouwens hoe snel die is. Want hij is veel sneller als YouTube. Als ik nu zeg test. Of ik doe gewoon dit. Is een chatbericht. Ga ik even. Wow, 170. Ga ik even tellen. Komt ie aan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En hij komt niet tevoorschijn. Daar is hij. Ja, op zich, de chatbericht zelf is in mijn beleving wat trager. Maar ik krijg hem wel veel sneller op mijn scherm te zien. En dat vind ik heel belangrijk. Ik hoef daar niet meer zo lang op te wachten. Dus ik kan dus nu al zijn berichten kan ik nu zien via Chat Ninja. Je kunt ook... De vorm aanpassen. Je kunt ook andere dingen gebruiken. Je kunt andere chatberichten gebruiken. Je kunt van alles met deze dingen doen. Je kunt de chatberichten laten inkomen, zwaaien, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er zijn zoveel keuzes wat je hiermee kan doen. Dat is gewoon leuk. Komt trouwens aan in Edinburgh Park, platform nummer 2. Welkom bij Trains and Beers. Nu komen we binnen in Edinburgh Park. Dus ik kan ook snel dus berichten lezen. Er zit nog wel eens een vertraging over 20 seconden volgens mij. Oekie. Daar vertrekt weer een Klaas 158. Ons ScotRail, die gaat weer terug naar Edinburgh. Maar ik vind het een heel leuk systeem hoor. Ik vind het echt een mooi systeem om mee te werken. Ik heb het nu vastgekoppeld op mijn OBS. Ik zie hier al je trapberichten voorbij komen. Ik kan ook gelijk alle berichten wegpoetsen. Als bijvoorbeeld iemand die zegt van nou klootzak, dan kan ik dat gelijk weghalen. Hoef ik daar niet meer voor naar YouTube toe. Kan ik gelijk met, door middel van een bezemtje kan ik die chatbericht wegpoetsen. Ik kan ook gelijk vanaf hier die persoon blokkeren. Ook dus vanaf OBS, dus dat is ook ideaal. En dat is een gouden regel, hè? Als je niet goed vertraging hebt opzet, dan word je ook gelijk geblokt. Dus dat kan ik gelijk doen. Nu. En dat vind ik toch wel heel plezierig.
Ik had het er gisteren nog over met Mr. McDonald's dat het twee motoren waren, maar hij heeft dus blijkbaar standaard twee schoorstenen. Want die zit er ook meteen op, namelijk. Dus dat is wel een heel plezierig systeem met dat Ninja. En ja, ik kan gewoon alles doen. Ik kan ook een audiobericht toevoegen. Ik kan ook aangeven dat de chat moet worden voorgelezen worden. Dus kunt voorlezen. Maar ik wil kijken of ik dat alleen kan invoeren als ik bijvoorbeeld een nieuw abonnee krijg. Dat iemand dat dat even voorleest. Want dat kan ik eigenlijk ook zien nu. Chat Ninja heet het programma. Is wel een beetje in de prilfase. Dus ja, ik denk dat het wel een programma is die wel een goede toekomst heeft. En ja, dat lijkt me wel. Maar er is wel progressie in. Er is wel over nagedacht over dit programma. Het is niet zo'n programma waar ik dus eerst mee gewerkt heb. Want normaal werd ik altijd met een chatlog. En er komt weer een trein aanrijden. Dus dat is een 158 weer van ScotRail. Ik had hiervoor had ik een script gemaakt met een chat. Daar kun je dan een stripbericht van maken. En die geeft dan scriptbericht aan wat dan je kleur is van je tekst. Hoe je moet komen en hoe lang die zichtbaar moet zijn. Ik heb hem nu op Chat Ninja staan op 20 seconden. Dus een bericht komt 20 seconden lang op je YouTube bericht. Dan gaat hij weer weg. Dus hij komt 20 seconden komt hij online. En dan gaat hij weer weg. Dat kan dus ook met dat heb ik ook gedaan met dat script. Dat was vrij lastig transcript. Want als je namelijk eerst je lettertype bijvoorbeeld van 14 en 15 wilde maken, lettertypes, dan moest je eerst de strip veranderen. Dan moest je dat script weer weggooien. Moest je weer kopiëren, plakken en weer in je script vouw gooien. En dit doet Chat Ninja allemaal voor jezelf. Dus dat vind ik allemaal zeer plezierig. En met name ook die emoticons vind ik erg grappig gemaakt. Die kun je ook nog aangeven bij Chat Ninja dat je dus die emoticons alleen maar over je scherm wil zien. Want je krijgt nu zowel te zien als op een vaste balk. Maar je kunt ook zeggen van ik wil alleen de emoticons zien door het in de scherm. Kijk, als ik bijvoorbeeld deze bijvoorbeeld in toets, ik weet niet hoe dan deze gaat komen. Ja, deze gaat werken namelijk. Ja, kijk, die gaat normaal werken als een normaal YouTube bericht, zie ik. Maar deze... even kijken hoor. Als ik bijvoorbeeld deze keer doe, de poepjes. Die gaan allemaal poepjes te beelden hebben, wat goed is nu. Ja, dan krijgen ze zowel vast te zien nu zometeen. Als, kijk, nu komen ze vast, maar ze komen ook al zweven. Zie je dat? Oké. Okay. Ja, dat vond ik wel grappig, maar hij krijgt dus inderdaad ook als... En dat kun je ook uitzetten. Je kunt ook bijvoorbeeld bepalen, want ik hoef dan alleen maar te zien dat hij alleen maar over je scherm heen gaat. Dus dat je nu die tekstfout, dat je dat dan niet meer ziet. Dus wat er dus nu toch staat. Dat verduurt nou wel weer na 20 seconden, maar dat vond ik best wel grappig. Dat is allemaal dat Chat Ninja. Oké, we komen zo meteen aan in Lindlertgrove. We komen aan om 14:25. En dan ga ik even gebruik maken van de wc, want ik moet ontzettend nog plassen. Dit duurt tot 14:44 en dan houden we ook weer mee op, want het is ook een soort test, eventjes. Dan gaat Trains and Beers gaat erin blijven, dus we hebben nu iedere vrijdagavond vast Trains and Beers. En als er zaterdag geen race op is, of geen Nesca, en zondag geen race op is, of geen Nesca, of geen Indica, doe ik ook zondagavond gaan we dan live. Hebben we dus de vrijdag, de zaterdag, de zondag, missen dus geen Nesca of Indica race, of Formule 1. Doen we gewoon lekker Trains and Beers hier weer vast op dit YouTube kanaal. Dat vind ik toch wel iets prettiger uit te handelen. Dan gaan we nu ook verbanden van Twitch. We rijden trouwens nu in een diesel stukje. Trains and Beers zijn dus weer terug, alleen nu doen we dus de Trains and Beers weer op You in the Trooper. Vanavond heel veel gezeur gehad met de livestreams weer. Als je denkt, hé, waar was je nou vanavond? Ja, ik was er wel. Maar ik heb een scenario, dat was de 1A53 scenario van Holyhead naar Crewe.
die werkte niet, daar blaast hij het programma weer op. Maar we hebben daar inmiddels alweer een ander scenario voor die wel gewoon werkt. Daar gaan we vrijdagavond gewoon mee van start. Dat is ook route van Holyhead naar Chester. En dan moet ik even kijken of ik een scenario kan vinden van Chester naar Birmingham. Of dat we misschien helemaal een scenario kunnen krijgen van Chester naar London Houston toe. Dat zou natuurlijk helemaal briljant zijn. Moet je natuurlijk wel ook schakelen naar een andere DTG-programma natuurlijk. Hè? Want dan gaan we over natuurlijk op twee routes. Eerst zit je op de Missing Links van Chester naar Birmingham. Dat was ons zutter aangereden van ScotRail. Lekker drukke activiteit trouwens. En dan vanaf daarna moet je dan weer overstappen op de Birmingham naar London Houston route van DTG. Dus dat zijn dus twee routes. Ik hoop ook binnenkort een keer dat ze die routes gaan mergen. Dat kan ik heel fijn vinden trouwens. Dat is wel heel gaaf in een keer. Het is lekker warm weertje buiten. En ik trek even mijn coolbox op. Ik haal daar het volgende biertje van de week uit. En die gaan we even starten weer. Het biertje van de week komt er weer eentje. Ja. Yeah. Biertje, biertje, biertje. Van de week. Dus nu een Grols burgertje. Een Grols burgertje wordt het. Ik was best wel, ben best wel een poos bezig geweest om dat Z-Ninja voor elkaar te krijgen. En dat was... Maar het is nu voor elkaar gekregen, daar ben ik wel zo blij om. Maar wat ik al zei, het heeft te maken met een beetje pub-up. Je moet je chat pub-uppen. En hoe doe je dan? Heel simpel, je gaat dus naar je livestream toe. Dan zeg je dus dat je je chat op een apart scherm wil hebben. Dan is je gepub-up en dan pas werkt het programma. Dat was ik een aantal keer vergeten. En Het werkt nu wel, dus ik weet nu ook wat de fout ligt. Daar is daar gewoon, dat systeem, de transmitter crasht. Vanwege het feit dat ik dus nu chat niet gebruik, maar dat was dus niet het geval. Ik heb even gekeken bij Alan Thompson, daar kwamen ook al een paar comments terug op het scenario dat het systeem crashte. Dus. Maar ik heb in ieder geval voor het eerste stuk wel een hele mooie trein, brute trein trouwens. Dat is een Klaas 67 met oude MK4 wagens eraan en een DVT. Ja. We zijn eigenlijk de server naar Cardiff toe, maar we rijden toen naar Chester dan. Die gaan we dan volgende week vrijdag rijden. Dus heb je niks te doen? Vrijdagavond 2 zijn beers. En dan gaan we route rijden van Holyhead naar Chester. If you have some answers, you can... Please go in the chat for your answers. Nou, questions. Oh, hello. No answers. The answers are answers. If you have some questions, I can ask them in the chat. So, I can also do a little bit English. So, if you have some questions, you can ask them in the chat. And I will reply them to you. Wie komt zo meteen aan in Linlithgow. De laatste keer had ik iemand die zei van dat ik een rare stem had. Maar hij kon deze taal niet stappen. Dat is Nederlands ook niet een van de makkelijkste talen, denk ik hoor. Om te leren. Dus vandaag zijn we even overgegaan op het Engels. We mogen nu een stukje 100, alleen het ding gaat maar 75. Dus dat wordt een dingetje. Ik kom wel zo aan in Lindgren. Lindlithgow. Lindlithgow. Zo. Bonsoir. Dus video neem ik ook op, dus hij komt ook binnenkort een keer weer als een filmpje uit. Mis je wel de hele manier eromheen, maar dat maakt het vlucht, dus daar ga ik voor uit. Ik ga in Linlithgow eventjes naar de WC.
Ik vind het remmen mooi, deze tijd trouwens. Het remmen. Kom maar. Cool, hè? Ja, dat is cool dus, hoor. Zou ik ook binnenkort kunnen kijken of ik een keer snel kan rijden met een MK1 en met een MK2. Want dan rijd ik daar ook nooit zo heel vaak mee. Kun je dat doen als een echte trein? Next stop is Let it grow, next stop. Thank you. Ik ben best hard trouwens. Maar zo deed ik vroeger ook altijd. Bij hoe lang ik aan moet komen in het crawl. Het is een 3, ik ben gewoon 3 minuten te laat, joh. Ha, dat is lachen. Sorry voor de delay. Ontzettend nog naar de wc toe. Ik denk niet dat ik hier zo lang. Ik denk ook niet dat ik hier zo heel lang blijf staan, denk ik. Aan het Dunblane. Dunblane, you don't blame me. Oké, voor het begin mijn biertje op te werken. Later een klein beetje draaien. Oh ja, dat is beter. Ik heb ook nog een remote control bij. Ja, ik heb zo'n nieuwbel ding. Zo'n ventor heb ik dan. Een dingetje dan. Echt prima. Nou, s'avonds als ik ga slapen, dan zet ik hem even op standje Bries. Ik heb op standje Bries. Krijg je iedere keer een soort windgolf, creëert hij dan. Ja, een half uur lang. Uit. Dus die heeft daar een slaapstand. En dat is ideaal, joh. Zo fijn om daarmee te slapen. Met name deze warm weer. Jongens, ik ga even langs de wc. Ik ben zo weer terug. Ik ben gaan. Doei. Yo, zijn we weer. Terug. Met Twees en Beers. We gaan nu naar Palmond. Platform nummer 2. Kom ik aan om 14:32:03, zegt hij. Dat moet zijn. Even kijken. Palmond 14:28.
Dus dan heb ik gewoon ja, 3 minuten in de vertraging. Hmm, oké. Okay. Ja, boeien. Het is niet alles. Nee, heb je om te abonneren, hè? Geef een loodje bel, blijf op de hoogte, Discazolle. Please don't forget to subscribe. En ja, dat zou ik heel erg tof vinden als jullie dat ook hebben reageren. Dat doe ik eventjes abonneren. Dat is een 156 tegen een trein, waarschijnlijk naar Edinburgh. Zodat mijn ABS gaat reageren. We gaan denk ik zo meteen wisselen van baan, denk ik. Oh, nu moet je weer op de E drukken. Dat is vreemd. Gewoon de rem. Want je weet maar nooit wat je nog voor je gaat krijgen. Er komt nog één stoplicht nog. Is het rood of is het geel? Is het twee keer geel? Ja, twee keer geel. Oh, boertje, pardon. Deze is next op een spannend exit on die. Poeh. Left side. Please mind the gap between the train and the platform. Next stop, Polmont. Polmont. Pol op de mond. Nee, het wordt toch al te laat, dus whatever. Het is toch de Q-toets hoor. Nou, die snappen waarom ik nou zoveel vertraging opgelopen heb trouwens. Nou, hij mag wel een beetje doorkachelen, want we komen niet echt snel in Polmont aan. Dit is zo leuk, die chat vind ik zo leuk. Ja. Dit vind ik zo grappig, hè? Nee, dan doe je er ook 3 in, hè? Dan krijg je ook maar 3 te zien. Grappig. Ik moet alleen kijken of ik dan morgen dat tekstje nog eens weg kan krijgen. Dat wel weg kan poetsen. Next stop, Polmont. Doen we hier zo. Ja. Twins en beers. Ja, we zijn weer online, maar nu niet meer op Twitch, maar we zijn nu weer online op YouTube. Zo. Ik ben gestopt met Twins en Beers op Twitch. Dat was een beetje mijn begin. Periode op Twitch, Twins en Beers, maar daar ben ik mee gestopt. Ik geloof het wel. We gaan zo op de switchen van spoorlijn, zie ik. Dat is het hele grote trouw. Aha. I see. Je ziet dan die splitsing dan, want vorm ben ik al een keer geweest met die route naar Preston toe, volgens mij. Waarom gingen we toen, volgens mij, rechtdoor. Nu slaan wij af, dus naar Glasgow. Nee, dat was wel zo, want dan hadden we ook die afslag. Here we go. Nog 7 leg. Woehoe! Zijn de passenger views? Ik vind het wel mooi hoor. Ket kun je kopen trouwens bij bij Ennen, sorry, bij Amsterdam Powerhouse. Alleen voor de passenger views. Ja, passenger views zijn ook van Amsterdam Powerhouse. Ja, soms zijn de passenger views dan ook van Ennen Thompson. Maar die is zelf van Amsterdam Powerhouse. Kevin is ook van Amsterdam Powerhouse. Het geluid natuurlijk ook. Ah, dit is gewoon het mooiste zandpakket die je kunt krijgen hoor, deze hoor. Hier slaan we af. Dit is als het goed is de doorgaande lus naar Preston toe. Of naar, ja, van Preston. Nu gaan we eerst naar Glasgow.
En dit is gewoon de doorgaande route naar Preston. Kijk maar, kijk. Deze gaat dan door naar Preston toe. Deze gaat door naar Queen Street. Hé, dat is trouwens wel interessant trouwens, dat Queen Street. Want er is nu net een Nederlandse coach is daar trainer geworden van voor Queen Street. Oh, dan mogen ze een keer de gaten houden. Dan gaan we ook een keer naar Queen Street toe. Oké. Doorgaan. Queen Street. Daar krijgen we Falkirk, dat is wel een bekende plaats trouwens. Dan krijgen we Cameron Lawback, dat is het eindpunt van deze trein. Dan gaan we even snel opmaken, want hij is nu op een berg. Thuis, hè, dat je dat ook gewoon ziet van de buitenkant naar de binnenkant toe, hè. Dat is mooi. Hoor ook die bijgeluiden, hè. Dat heeft daar niks te maken met het feit van dat ik helemaal laag ben over dit pakket. Het gaat ook over alle geluiden wat je hoort, hè. Alles. Dat maakt zo'n pakket zo mooi. En ik heb nu ook gezien hoe ze zo'n pakket maken. Bijvoorbeeld voor een klas 37 hebben ze overal zetten ze microfoons neer. Binnenkant, buitenkant, maar ook bij je raam. Hoe het geluid is als je raam dicht houdt, maar hoe gebeurt als het raam wat je half open gaat, kwart open gaat. Hoe het geluid als het raam half open staat, hoe is het geluid als het raam driekwart open staat. Allemaal die dingen, maar ook voor je deur. Stel je voor je gaat rijden met een deur open. Hoe klinkt dan dat geluid? Het is echt ongelooflijk hoe die mensen dat allemaal maken. Armstrong Powerhouse, er is een YouTube filmpje. Ze zeggen, kijk daar eens een keer naar. En dan ga je ook wel snappen dat je dan ook wel best wel een hoog bedrag moet betalen voor zo'n pakket. Nou ja, een hoog bedrag, kom zeg, wat is dan 6 pond? Een prachtig pakket. Deze is voor mij iets duur voor mij, deze rond de 26 euro volgens mij. 26 euro, 28 euro. Maar als je ziet hoe ze dan ook zo'n pakket maken, krijgen ze ook van mij de eer om dat ook te krijgen, weet je wel. Niet dat je dat dan illegaal weer ergens weer vandaan haalt, want daar heb ik echt een boete aan. Ik moet het ook erkennen, ik heb het vroeger ook gedaan. Ook via BitTorrent gewerkt. Maar ja, BitTorrent betekent ook heel veel viezigheid in je PC. Ik ben gestopt met Torrent. En sinds dit dat ik dus nu mijn nieuwe PC heb, dat is nu binnen een jaar geleden, twee jaar geleden. Ja, een jaar geleden. Ben ik helemaal overgegaan op het legale. Ik heb alle pakketten van Astro Powerhouse gekocht. Dat heeft me echt veel geld gekost. Ik denk maar 300 tot 400 euro. Ik heb alle pakketten van Christris gekocht. Dat was niet alles trouwens, want ik heb nog niet de ICNG, heb nog niet. Ik heb wel meer pakketten nog niet bij Christris. Maar je gaat het toch wel een stukje waarderen. Hè? Want mensen zijn hier toch wel een hele poos mee bezig. Hè? Om treinen te maken, om zandpakketten te maken. Dan vind ik het ook gewoon niks. Dat ik er ook gewoon voor al hun gewerkte uren er ook wel wat voor over kan hebben. En dat zeg ik dus, mensen. Ja. Dat betaal ik ook gewoon voor, weet je wel. Dus ik kan gerust zeggen dat al mijn materiaal wat ik nu op deze PC heb staan, dat allemaal legaal is. Allemaal gekocht. Ik kan jullie zelfs de bonnetjes nog laten zien via PayPal. Als je dat zegt, oké.
Ja, dat is nog een dingetje. Mocht je dit pakket willen hebben, of je schrijft adres in een ander pakket, bijvoorbeeld HST. En die zit die 125. Ja, dat kan. Dan moet je wel betalen via PayPal. Maar een PayPal account maken is zo simpel. Je bent binnen een minuut of 5 tot 10 ben je klaar. En kun je je gewenste zandpakket kun je kopen en downloaden via Powerhouse. Het gaat allemaal via een link naar Powerhouse. En dan moet je naar een download sectie toe. En dan kun je dat pakket gewoon kopen. En nadat je het gekocht hebt, kun je hem gewoon gelijk downloaden. Hou wel goed je inlog en wachtwoord goed in de gaten. Ik kom trouwens aan in Camelon. Dat ligt hier zo. In je laatste stop op, ja? Van de route. Hebben we ook een muntje? Ik heb dat trouwens yellow. We got a yellow. Full course yellow. Ja, dan zeggen mensen als wanneer ga je naar de whisky in als route schrijven. Nou ja, leuk. Gaan we ook wel een keer doen. Alright, here for Fort Valley Sensor Center. Oké. Okay. Moet het dan misschien dat dan zijn dan misschien? Beetje een groenig veld trouwens. Het lijkt wel een soort terminal voor vliegtuigen dit. Maar je hebt dus mensen die gaan dan zeggen wanneer ga je in als route schrijven. Die komen er wel weer een keer. Ik ga echt wel een keer Nederlandse routes rijden, maar mijn passie ligt wel een beetje in, op Engelse routes. Met name ook de zandpakkets van Alan Thompson en die natuurlijk van Armstrong Powerhouse. Ga eens geven. En dus dit is toch wel een redding pakketje, hè? Maar als je bijvoorbeeld 37 hebt. Oh man, dat is zo'n broedpakket, jongens. Twins en Beers, we zijn binnen aangekomen op het eindpunt. Dat is Larboard. Het is 12 uur. We kunnen hierna misschien nog wel een klein activiteitje nog rijden. Tot de klok van 12:30 ongeveer. Ik ben erg blij met mijn chat. Erg blij. Er zijn mensen die trouwens gechat hebben nu, maar daar maakt het zich niet gek voor uit, maar... Hier staan we nog af, nee toch? Nog. We gaan nog even door, waar ga je hier dan? Hier gaan we door naar... Ik denk weer... Queen Street, denk ik. Ja. En hier gaan we dan af. Dan gaan we door naar Lambert. Ik vind trouwens raar trouwens, zouden we dan niet gewoon doorrijden naar Glasgow. Want hier is naar Glasgow. Oh, ik heb trouwens rood ziek, shit. Oh, I got a red one. Ga ik wel redden? Ik ren nu de rood in, maar dat is op zich niet zo schokkend. Dan moet ik even wachten, hoe komt het daar aan volgens mij? Of was deze het misschien net? Ik denk dat deze het was hoor. Die dat rode sein net veroorzaakte. Ja. Ik denk het wel. Ik denk dat het nu kunnen we. Ja, we kunnen het doorrijden, ja. Oh. Oh, maar best wel een boel trouwens. Ik kan zo meteen gewoon wel aan jullie zien wat ik allemaal heb aan materieel. En het is puur om, het is niet om zo in te tackelen, maar ik wil het ook graag met jullie delen. En passie blijft natuurlijk wel het mooiste. Mijn passie blijft gewoon Engels treinen, met name de oude generaties. Dat vind ik gewoon super mooi. En helemaal als de zandpakket ook een beetje volgens de echte realiteit is.
Ja, daar word ik dan gewoon mighty enthousiast van. Echt wel. En nog een soort dam omhoog hier. Of een soort, ja, een brug is het. Is het weer zo'n viaduct dan? Ja, is een viaduct. Ik weet trouwens niet of hier ook die smallboats erin gaan. Als het nou echt Engels is, die smallboats. We komen aan in Larbert. Dat is trouwens ons eindpunt. Ik vind het trouwens jammer dat we dan niet gewoon doorrijden tot aan Glasgow toe. Nog een 108 verder gaan rijden. Maar we gaan ook niet door, want we gaan eigenlijk tot Stirling hier wel. Het is door. Oh, is dat Queen Street? Dat is Glasgow. Aha. Dat is Glasgow, Queen Street. Koekoek. Ja, hij is wakker, die Kasper. Echt, we gaan in dit seizoen een beetje passeren. Zo erg. We gaan door naar een andere activiteit, denk ik maar even. Zo, ik ga hem iets te ver doortrekken, denk ik. Maar maakt niet uit. Dus lopen. Ik ga alvast afscheid nemen van deze livestream. Ik zeg alvast tegen de vaste kijkers alvast tot de goede dikke dag. Doei!